Iedereen wil onafhankelijk zijn, zelf keuzes maken en problemen zelf oplossen. De meeste Delftenaren kunnen dat. Soms kunnen inwoners wel wat hulp gebruiken. Waar zijn Delftenaren echt mee geholpen? Welke hulp is nodig? Samen met familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers kan er vaak al veel worden opgelost. Meer specifieke hulp regelen we in de buurt via buurtcentrum, via school of via een kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Heeft u vragen en u weet niet waar u moet zijn? Delft voor elkaar is er voor iedereen. Zij wijzen u de juiste weg en bieden deskundig advies. Daarnaast is er de jeugdgezondheidszorg. Zij beantwoorden vragen over de ontwikkeling en verzorging van het kind tot 18 jaar. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan u zelf kunt organiseren, dan kan er maatwerk gevraagd worden aan team jeugd van de gemeente. Als er moeilijkheden zijn bij de opvoeding van een kind een kind last heeft van een scheiding of als het moeite heeft met contact leggen. Wanneer een kind op school problemen ondervindt, geen aansluiting maakt of bang is om fouten te maken. Er kan ook een hulpvraag zijn bij een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking of bij een kind dat iets naars heeft meegemaakt. U krijgt één vast contactpersoon. Deze kijkt samen met u welke hulp er nodig is en wie deze hulp kan bieden. Samen met de professional van Team Jeugd maakt u een plan voor ondersteuning op maat, passend bij uw gezin. De ondersteuning is zoveel mogelijk op maat, met zo min mogelijk loketten, zo licht als kan en zwaar als nodig.